Starbucks, even snel een koffietje halen en dan door. Waar we heen gaan, het John Jay College, is Criminal Justice College. Dus het is meer met, nou, heeft meer met de rechtenstudie te maken die ook met ons meegaat, want wij zijn de Business Studies. Oké, dus ik heb een sugar glazed donut, een old fashioned donut genomen. En een caramel cappuccino, maar dit is wel lang. We moeten ook wel terug. Maar goed, I can't wait. I used to be the chairman of this department for maybe 10 or 12 years, and now the chairman is Anthony Marcus. We are currently looking for a chairman for that department because I'm only the temporary chairman. Your city and your country are way ahead of the U.S. in terms of way ahead. It happened for years in terms of progressive thinking about this issue. Okay. Okay, we zijn net klaar met die lecture en oh mijn god, we zijn in de kantine hier. Er is zoveel verschillende eten en het is zo groot. Het is gewoon net als een food court. Ze hebben echt van alles, van pizza tot sushi, brood. Echt super lekker allemaal. Goed, het was best wel interessant. Het gaat allemaal over, het ging over ja, drugsgebruik hier in New York. Super lekker weer, we zitten net buiten. Seminar is klaar. Het is gegeten. Oh, but I love it. Like, look. We zijn allemaal spelletjes aan het spelen. Super cute. Central Park, guys. We zijn aan het lopen naar onze volgende locatie. Maar we moeten langs Central Park. Voor een half uurtje lopen, denk ik. Maar het is wel super leuk. Oké, we lopen nu door Fifth Avenue heen. En het is echt een beetje de beste hoofdstraat van Nederland. Maar zoveel groter. Kijk daarboven. Dit hele gebouw is de Trump Tower. En leuke Dolce & Gabbana. Louis Vuitton was daarachter. Gucci is daar. Super mooi allemaal. Maar het is echt de grote versie van de beste hoofdstad in Nederland. Super vet. Het is ook super leuk om dit gewoon te zien en hierheen te lopen. Want we zijn door Central Park. Lopen we nu richting Fifth Avenue en de school waar we heen moeten. Maar we lopen dus ook langs al deze ja, high-end merken als het ware. Maar I love it. Super hoge gebouwen. Abolitionist and editor of the New York Evening Post. Does everybody get abolitionist? Yeah, it's like abolishing slavery. Right? Yes. Nice. There's a statue of him. Over there somewhere, I think. Yeah. All right, better across the street. What exactly was it? Masonry. Send in St. Patrick's Cathedral. It is super mooi. Liefde, love it. Maar goed, we gaan straks naar de Yankees game. Toch? Ja. En ik heb er echt super veel zin in. Lijkt me echt leuk. Oh, je moet hierin kijken. Dat is de laatste. Ja, zo. Oké, dit is niet voor mij gemaakt. Doe het zo. Kijk. Beautiful, right? Prachtig. Oh, je bent weer feestje. Je moet ook hierin kijken, heb ik gehoord van de meeste mensen. Ja, dat is echt inderdaad. Ik heb geen snackjes meer. Ik wel. Nou, gaan we even. Ik heb er twee gepakt, want de rest heb ik in mijn kamer gezet, anders is het te zwaar. Oké, okay, ik heb chips. Had ik gisteren bij de game gekregen, niet gegeten. Dan kauwgom. Ik had ook watermelon gekocht. En ik heb pokersticks. Oh. Omdat jij zei dat ze lekker zijn. Ja, deze is wel lekker. En dat is hipster water. Ja, hipster water. Fiji, maar ik heb het echt gekocht omdat de fles mooi is.
Dan moet je alleen nog tot box. Oh, en ik heb nog aardbeien. Heb je ook gezien vandaag de box water? Nee. Ja, ze hadden water in een kartonnen. Ja, maar ik dacht dat ik dat ook. Oh, echt? Ja. Is dat normaal? Ja, dat is part of duur. Alleen dat ze niet hipster. Ik vind het water niet. En dat gisteren deze volgens mij. Ik heb ze in cookies and cream festival. Oh ja, en ja, strawberry. Strawberry, mijn laatste leekje. We hebben dit ook in Nederland, maar het is anders. Ik weet het niet eens. Oké, okay, cheers. Cheers. Oh, het is wel lekker. Ik ken dit wel. Wel ja, toch? Maar wel like, donkere chocola, pure chocola. Oh. Luister. Ik ben nog niet verantwoord. Ik ben nog geen verantwoord. We zijn aan het lopen en je ziet super cute huisjes. Je hebt je helemaal niet in New York City. Het is van die typische Amerikaanse huisjes die je altijd ziet. Oh, het uitzicht is super mooi. Wow. Er is helemaal geen weg naar dit eilandje, dus je moet echt de ferry nemen, de boot. En ja, dat maakt het speciaal. Het is hier ook best wel rustig. En we gaan ook naar een museum. Toevallig komen we gewoon een vrouw tegen die ook Nederlands spreekt, omdat de ouders van Suriname zijn.